Vandaag in Op de Redactie gaan we op pad naar de Gameshop in Haarlem en maken we een prachtig mooie top 5 van mooie spulletjes. Checkt Wouter de pre-alpha van Phoenix Point en krijgt Ed een prachtig spelletje voor zijn rubriek Gamen met Ed. Oh ja, hebben we ook nog mensen nodig voor ons Destiny 2 team. Mensen, heel veel mensen. Doei. Oh nee, we beginnen net. Wonderspons? Ja. Action special. Action special! Lego! Monster. Ja. Weet je wat me leuk lijkt? Nou. Als we weer een keer naar de winkel gaan! Ja, fuck ja! Yeah! Yes, we zijn al een tijdje niet in een winkel geweest, dus we dachten we gaan naar de winkel en wel eentje hier in Haarlem, want het is lekker dichtbij. Ja. Er zit hier een kleine gameshop in Haarlem en daar gaan we kijken wat ze daar voor mooie spullen hebben. En dan gaan we weer een top 3, 4, 5 of 6 maken. Met net hoe het uitkomt, ik heb het vermoeden dat het een top 200 wordt. Nee. Met al die spullen daar. We houden het simpel, een top 2 van spullen in die kleine gameshop in Haarlem. We zijn er in de gameshop hier in Haarlem en allemaal mooie spulletjes voor Dennis en voor mij. En wat we gaan doen, we gaan een mooie top 5 maken, denk ik. Jij 3 dingen, ik 2 dingen. Ja. Ja, dat is wat we gaan doen. Go. Ik 3, oké. Okay. Dat is wel mooi, ja, Monsie. Allereerste porno-spelletje ooit. En het heet X-Man? X-Man. Voor de Atari? Ja. Dit is, die komt al in mijn top 3, hè? Dat snap je. Op nummer 5. Nummer 5, dat is dus 3. Nee, 5, ja. X-Man. Een game voor de Atari 2600. Ik heb er nog nooit van gehoord. En het is de eerste porno-game? Ja, van Atari. Dus het zijn ketsende pixels, is dat dus. Ik zag ineens wat en ik dacht, hey, die poster die had ik vroeger ook op mijn kamer hangen. En toen keek ik eronder, er zit gewoon een Power Limited logo. Die poster zat in de Power Limited. Op nummer 4. The Odyssey. Eens. Het is een ding. Het is een ding. Ja. Op nummer 3. Iets persoonlijks van de Wonderspons. Het is een Dreamcast game, jullie weten hoeveel liefde, misschien ook niet, maar ik heb heel veel liefde voor Dreamcast. Ik vind het nog steeds een van de beste, tofste consoles ooit gemaakt. En dit is Jimmy White's 2 Cue Ball. Dit is dus een snooker / pool game met zo'n beetje een van de meest controversiële snoekerspelers ter wereld. Waarom is hij controversieel? Omdat hij zijn neus al het volgesnoven had en naar de hoeren ging. Dus dit is een persoonlijk dingetje. Nummer 3. Ja. Oké. Okay, op nummer 2. Ja, eigenlijk stiekem wel. En het is echt gewoon mijn meest shittiest apparaat ever. Ik zie al waar je naartoe Het gaat. Is de Superfisher. Dat was een apparaat. Dat was echt gewoon de poor man's Game Boy. Als je geen Game Boy kon betalen, dan deze kon je kopen bij de Blokker op een gegeven moment ook. Ik heb er een gehad, want wij kwamen nou niet echt uit een gezin met heel veel knaken. En dan moest je het dan maar mee doen. Ik heb volgens mij nog steeds thuis Supervision games liggen. Ik heb een monster, nummer 1. Ik wil het zien, want ik heb geen idee. Ik heb jouw oogcontact met de nummer 1 nog niet gezien. De nummer 1 is... Je bent erin, dit is het. Ja, oké. Okay. Het is de ervaring hier in de Gameshop in Haarlem. Het is fantastisch met Wim, de eigenaar, die gewoon dingen laat zien. Trek dozen open trekken, ja. Verhalen komen erboven. Ja. Het is, je moet hier even heen gaan als je in Haarlem bent. Wip even langs en dompel je even onder in deze prachtige rotzooi. En verbaas je over de kennis van Wim. Ja. Post voor Ed. Gamen met Ed. Ed heeft zijn eigen rubriek in de Power Limited.
die ik even hier niet heb liggen. Maar elke maand test Ed een game. En dit is een nieuwe game voor Ed. Ik weet ook niet welke het is, maar we gaan het gewoon aan Ed geven. Nu, live hier op camera. Oh, sorry. Kom, we gaan naar Ed. Ik zou je net zien dat hij gewoon op zijn stijl zit te vissen, hè? Ja, dat zou je net zien. Ah, daar is hij. Ja, toch. Ah, gelukkig. Voor jou. Ja, oké. Een nieuwe game. Die moet ik gaan spelen, volgens mij? Ja. Oh, een paardengame. Oh. Daar zat ik nou een half jaar op te wachten. Een paardengame. Oh, op de Switch. Mag ik hem doen? Ja, dat is voor jou. Oh, geweldig. Zeker. Jongens, morgen heb ik cursus. Donderdag ga ik de paardenkick spelen. Yes. Ja. Oké, dames en heren, zoals sommigen van jullie misschien wel weten, ben ik een enorm fan van de XCOM-serie. XCOM 2 was fantastisch, XCOM Enemy Unknown was fantastisch. Maar de allereerste XCOM uit 1994, X-COM, UFO Defense, die was helemaal briljant. Oh, wat heb ik daar veel tijd aan besteed. En de maker daarvan, Julian Gollop heet die, die heeft samen met Snapshot Games, heeft hij eigenlijk een soort van remake van zijn eigen XCOM gemaakt. En hij dacht van, hey, is dat leuk dat ze met mijn naam aan de haal gaan. En daar heeft hij vast wel royaal geld voor gekregen. Maar ik ga weer even laten zien hoe het moet. En daar is Phoenix Point uitgekomen. Nou, althans, hij is nog niet uit. Dit is een heel erg vroege beeld. Een pre-alpha beeld zelfs. Zoals je ziet, het lijkt in de basis heel veel op XCOM. Je kunt lopen, je hebt action points, je kan schieten, dus je kan af een stukje lopen en dan een stukje schieten. Of je kan een heel end lopen. Het werkt precies zoals je gewend bent. Het is ook sci-fi-achtig, je vecht tegen aliens. Maar eigenlijk is het een soort van virus dat uitgebreid is op de of dat ontstaan is op de aarde. En dus eigenlijk zijn het helemaal geen aliens. Nou krijgen we in deze beeld niet veel te zien van het verhaal, helemaal niks zelfs. Het is gewoon even om de gameplay te laten zien. En daar ga ik nu even mee spelen. Dit zijn mijn troepen. Deze dude heeft een soort van mech-uitrusting op zijn rug waarmee hij kan slaan. Dit is een vrij normale trooper. Die loopt gewoon met een assault rifle rond. En de andere twee die nu een beurt zijn al voorbij. Want het is turn-based natuurlijk. Lest I forget. Dat maakt het zo fantastisch en zo spannend. Oh shit, torso disabled. One bleed. Ik weet niet wat precies het gevolg is van het feit dat hij geen torso, functionerende torso meer heeft. Lijkt me vrij dodelijk, maar in dit geval blijft hij nog rondlopen. Oké, die nog even dood. Er moet namelijk nog steeds iets, een soort van event gebeuren waar ik een beetje op zit te wachten nu. Ik weet niet precies waardoor getriggerd wordt. Out of armor reload, ja, oké, add turn. Oh, daar komt het! Kijk, dit is what the fuck. Ja. Oeh, meteen 4 damage. Lekker. Maar zoals je ziet, hij heeft nog aardig wat damage te gaan. Deze big ass motherfucker. Hier. Knalbats. Dwars door die. Wow. Gaat hier al iemand aanvallen? Oh, hij gaat natuurlijk mijn turret aanvallen. Ai, daar gaat de turret. Weet je wat? We gaan een missile op zijn knar schieten. Dan kan hij ook verder lopen namelijk. Zoals je ziet. Hoppakee. En dan gaan we gewoon... Deze hier, ja. Bam! Komt die. Incoming! Boom! Ja hoor. Vindt hij niet lekker. Mooi spul vind ik dit. Ik kan hier wel mijn hele leven instoppen, zou ik je vertellen. XCOM 2 heb ik ook al een heel leven in zitten. Wow, oh lord. Zou die in één keer dood zijn? Bam! Ja hoor, in één keer dood. Permadeath ook gewoon. Bye bye. Oké, I'm screwed. I'm definitely screwed. I just do it. Oh! What the hell? Oh, helemaal gewoon nog een keer? Oké, I don't get it. Oh, mazzel. Oh, hoppakee. Prachtige ragdoll physics. Hij flikkert dwars door dat ding heen. Oké, ja, ik ben fucked. Bye bye. En mijn laatste mannetje is gecrushed. Anyway, ik heb jullie even laten zien wat Phoenix Point is. Ik ben hier super enthousiast over. Ik hoop dat jullie ook de potentie ervan inzien. Als je van XCOM-achtige games houdt of van Mario plus Rabbids-achtige games, dan moet je deze zeker in de gaten houden. Je kunt hem ook backen.
Dus je kan de ontwikkelaar ook een handje helpen. Ik ga dat ook zeker doen. En dan hoop ik dat die snel uitkomt, want de release datum is er nog niet. Rol even mijn kant op. Rol. Kijk, daar zijn mensen. Ja. En wij hebben een vraag aan mensen. Ja. Hoi mensen. Hallo mensen. Wij zoeken mensen. Wij zoeken mensen. Om met onze mensen, samen met mensen, andere mensen, neer te mensen. Op een evenement. Ja. Want Destiny 2, er komt een DLC uitbreidingspakket aan, die heet Forsaken. En dat wordt gevierd met een launch party op 7 september, ja. Zo uit mijn hoofd. In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En wij gaan erheen met ons Team Power Unlimited. Alleen Team Power Unlimited hebben nog 2 mensen nodig. Ja. Want in Team Power Unlimited, ik struikel gewoon over onze eigen... Over je eigen naam, man. Ja, dat is gek. Zitten nu 2 mensen, dat zijn onze Wouter en onze Lupe. Die zijn mad goed in Destiny 2. Maar die zoeken nog 2 mad goede spelers. Zodat wij 4 mensen in ons 4 mensen Destiny 2 Forsaken team hebben. Zodat die andere mensen teams kunnen afslachten op het toernooitje. Ja, het ding is dus namelijk, wij zijn ontzettend niet goed genoeg voor dit. Dus, nee. En dit heb ik altijd al een keer willen doen aan camera. Okay. Ben jij of ken jij iemand die ontzettend mad goed is in Destiny of sowieso enthousiast is om mee te spelen in het PU team? 7 september, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Moet je ze doen dan? Mailtje sturen? Mailtje sturen naar redactie@pu.nl met in het onderwerp ik wil meedoen met mensen. Dat is een uitstekend onderwerp. Ja, tegen andere mensen. Ja. Ja. En dan mag jij in ons mensenteam. Misschien moet je nog even hier langskomen op de redactie om te trainen met onze mensen. Ja, op onze mensenplek. Zodat we wel winnen met onze mensen op het mensentoernooi. Doei. Goed man. Het had een menselijke touch. Ja toch? Dat was mijn beste presentatie ooit. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Human interest, hè, heet dat. Ja. Ik ben een mensenmens. Mensenmens. Oh. Julius? Yes. Ik heb een einde voor je. Nee. Jawel. Alweer? Ik heb namelijk voor dit heb ik namelijk een oproepje opgenomen dat we mensen zoeken voor ons Destiny 2 clannetje. En dan is dit het einde. Dit is het einde. Ja. Een goede uitsmijter, ja. Join a Destiny team, I guess. Ik weet niet waar het over gaat. Ik heb het niet meegekregen, maar join a Destiny team, I guess. Goeie.